2 weken terug was ik hier ook op de Maasvlakte om een hele zeldzame vogel te filmen, namelijk de Aziatische roodborsttapuit. Je kunt het je vast nog wel herinneren, die hele lichte tapuit, die zeldzame vogel, afkomstig uit Siberië en uit verre oostelijke streken. Hij is inmiddels opgevlogen, maar vandaag film ik zijn neef, de roodborsttapuit. Onze eigen roodborsttapuit. Ik film dus wel een mannetje, die je nu in beeld ziet, als een vrouwtje, die veel fletser van kleur is. Maar het aardige is, ik kan ze nu beide in één filmpje laten zien. En dan zie je meteen de verschillen tussen de Europese of de gewone roodborsttapuit en die Aziatische roodborsttapuit. En dan doen we er gelijk de tapuit, dus de gewone tapuit, ook maar bij. Die filmde ik vanochtend ook. De gewone tapuit hier op de rotsen van de Maasvlakte.